Het wordt al een benauwde dag, maar het wordt heel oors. Het wordt tropisch warm en dat vooral op vrijd. En ik sneun, zult nog een flink warme dag wezen. Lid het waar eens op een richtje zetten. Joen en vannacht, nou, er komen meer en meer opklaringsvormen, misschien wat dampwaar. En de temperaturen, ik denk tussen de 13 en de 15 graden, de hegere temperaturen op de eilanden. De wind, zwak of matig, uit het eerste naar het zuideerste waai. En dan zit hij al in die windrichting, waarbij je steeds kennen van, nou komt de warmte. En die komt morgen ik. Morgen wordt het een dag met bewolking, met ik redelijk wat zinnen, meer zin als juurt. En natuurlijk weer hegere temperaturen. Het zijn 24 of 26 graden en dan haak ik het door de eilanden en de kustgebieden. Als ik naar het oosten en het zuidoosten van de provincie zoek, ja, dan wordt het eerst aan 29 graden. En als die zin het wat lang volhoudt, kan het zelfs al 30 worden. En dat is die tropische temperatuur. Ja, de wien, die zal zwak of matig wezen en daar moeten we het mooi van. In de joentiet is het warm, in de nacht is het warm, maar zo'n zandje of 18 graden. En dan zetten we terug naar het fruitsjog. Dan komen we een tiegenwarme, nee, een tropisch warme vreedzin. Maar zijn 31 graden over de provincie in. Budget voor het oosten en het zuidoosten al 33, misschien wel 34 graden. Snik, heat, dat we het zwitten en dat we het goed oppassen met wat we doen. En dan terug naar de sneeuw en de snijn. Sneeuw nog zo'n 20, 28 graden gemiddeld door de provincie. En zullen we naar de snijn, dan hebben we het wel een beetje koeler, maar of minder warm, maar is het helemaal droog. En sneeuw komen ze op pittige ruin- en tongerbuien. We moeten morgen maar wel even in het waarschijn.